Vrienden, het zal jullie wel opgevallen zijn al. Er is dus al een hele tijd in het Hilversumse rond dat Vandaag Insight. Daar speelt zich al een hele tijd een relletje af. Ja, ja. En dat relletje, dat gaat dus tussen Derksen en die Eus Akkiol. Ja, en Mark-Marie Huibrechts. Die zijn al een hele tijd met elkaar in gevecht. En dat is al maanden bezig. Ja, ja, ja. En de ware liefhebber, die beleeft hier heel veel plezier aan, zoals ik. Ja, dus wat is er nou? Het is begonnen bij die kaarsenrel. En toen heeft die Mark-Marie Huibrechts, die heeft iets vervelends gezegd over dat VI en over Derksen. En Derksen kwam, hop, gelijk terug. En die ging die Mark-Marie aanpakken. En die zei, wel een aardige jongen, maar die kan helemaal niks. En die heeft de allerslechtste oudejaarsconferentie gehouden ooit. Dat zei Derksen over die Mark-Marie. En tegelijkertijd gingen ze al, wiep, 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 zo'n hoge stemmetje nadoen. Ja, dat. En die kwam dus een piepkuiken. Kwam groot in beeld elke keer als het over de Mark-Marie gaat. En ja, en maar weer piep, piep, piep doen. En ja, nou zo. En die Eus, die ging daar in eerste instantie niet in mee. Maar wat bleek, die Eus die had een interview gegeven voor het boekenbal of na het boekenbal. En die zei, daar komen mensen bij het boekenbal die nog nooit een boek hebben geschreven, zoals die Mark-Marie Huibrechts. Oh, Mark-Marie Huibrechts. Op hoge poten naar die Eus toe. En die zegt tegen die Eus, hoezo? Wat bedoel jij? Ik heb wel een boek geschreven. En dat werd dus een heel ongezellig gesprekje tussen die twee. En die Eus zei dus, voor een helemaal geen aardige gozer, die Mark-Marie, nee, die is echt heel onaardig. Nou, gevolg, die ging ook tekeer tegen het piepkuiken. Dus die begon ook met zo'n stemmetje te praten over dat ongezellige gesprek met die Mark-Marie. En weer kwam dat kuiken loeigroot in beeld. En de laatste keer weer, want toen zat hij weer ergens aan een tafel bij die Bo of weet ik veel waar hij dan aan zo'n tafel zit. En dan gingen ze weer tekeer dat het niet kon. En hij krijgt nu constant de volle laag. En dat komt. Dat komt, vrienden, omdat de Mark-Marie, die gaat er steeds tegen in. Nee, Mark-Marie, fout, fout, niet doen, niet doen, maar hij doet het wel. Dus wat zegt hij? Dan zegt hij bijvoorbeeld, die Derksen, dat witte mannetje met een emotionele handicap. Ja, dat kan je wel zeggen. En dat is wel leuk, maar dan komt hij weer met volle laag. Krijg je dat piepkuiken weer terug in beeld? Ja, natuurlijk. Of hij zegt over die Eus. Ja, dat is zo iemand die doet dan heel aardig en die doet dan slijmballetje tingeling. Ja, en het volgende moment noemt hij hem die slijmbal met die dode ogen. Ja, dat kan je allemaal wel zeggen over die mensen. En allemaal tot je dienst. Maar ik ben die Huibrechts. Maar dan kom jij weer heel groot als piepkuiken in beeld bij Vandaag Insight. En ik ga jou voorspellen. Elke keer als jij wat zegt over Derksen of over die Eus, kom jij weer loeigroot als piepkuiken in beeld. En blijven ze jou ook zo noemen. Ja, en stemmetje nadoen. Oh, oh, oh. En daar ga jij de rest van je leven last van houden. Dus, mijn tip aan Mark-Marie, schuine streep, piepkuiken, is